Jij. En Arnhoud, sorry. Kunnen we één groepje staan? Kevin, Tijn, Jesse. Afgelopen vrijdag maakte Thomas Pol tegen Willem II zijn debuut in het eerste elftal van FC Groningen. De 18-jarige Pol is afkomstig uit Wehe den Hoorn en voetbalde in de jeugd van VV Winsum. Daar geeft hij sinds kort training aan het onder 13 team. Sinds het begin van het jaar geef ik hier training aan de onder 13. En dat doe ik nu iets meer dan een half jaar. En waarom ben je daarmee begonnen? Ik ben vorig jaar voor mijn VWO geslaagd. Had ik een druk jaar met schoolvoetbal. Dit jaar besloot om een tussenjaar te nemen om te focussen op voetbal. En dan blijft natuurlijk meer tijd over. En daarin kan ik dingen doen die ik zelf wel leuk vind. En training geven aan jonge jeugd vind ik gewoon heel leuk. Dus daar heb ik nu tijd voor om dat te doen. Afgelopen vrijdag maakte de Eredivisie voor het eerst kennis met Pol toen hij tegen Willem II debuteerde voor FC Groningen. Voor Pol werd dat een wedstrijd om nooit meer te vergeten. Op donderdagochtend had ik een bespreking met de trainer. En toen vertelde hij mij dat het een grote kans was dat ik de volgende dag zou starten. Dus dat. En hoe is dat om dat te horen? Ja, dat is geweldig. Dat is natuurlijk gewoon een jongensdroom om je debuut te mogen maken. En daar kun je alleen maar blij van worden. Dus dat is heel mooi. Van spanning was niet veel te merken bij de linksback. In de eerste helft liet hij zichzelf aanvallend zien en probeerde hij met een schot gevaar te stichten in de verdediging van Willem II. Als je die wedstrijd begint, de eerste 5 minuten zit hij nog een beetje erin. Maar als je een paar ballen hebt geraakt en een beetje in de wedstrijd zit, dan valt op een gegeven moment alles weg. En dan kan je lekker gaan voetballen. En dan komt alles vanzelf wel. Het resultaat tegen Willem II was niet goed. FC Groningen verloor met 3-1. Ik ben wel blij dat je debuut kon maken. En voor de rest vond ik het wel redelijk gaan. Dus daar ben je wel blij mee. Maar aan de andere kant, jammer van het verlies. Het is een beetje gemengd. Bij VV Winsum was het debuut van Pol het gesprek van de dag. Iedereen bij de club had het erover afgelopen weekend. Ja, zeer trots natuurlijk hè, dat er een speler doorgegroeid is naar FC Groningen en dan ook nog training blijft geven bij de club. Dat is gewoon hartstikke mooi. Ja, want hoe werd er gereageerd toen hij afgelopen vrijdag zijn debuut maakte? Heel positief. Heel veel op Twitter, heel veel op Facebook, maar ook via de club. Heel veel positief. Die jongen heeft zoveel inspiratie opgedaan hier bij de club, ook naar deze jongens heen. Is fantastisch nieuws voor de club van VV Winsum. Ja, ik ga niet heel vaak naar FC Groningen, maar sinds Thomas een beetje in de selectie zit, ja, dan ga je toch wat vaker. En ja, tot hij dan zijn debuut maakt, ja, fantastisch. Ik kreeg heel veel leuke reacties die me feliciteren met mijn debuut of van tevoren succes wensten. Een uurtje van tevoren werd de opstelling bekendgemaakt. Ja, en bij de jongens in de appgroep, ja, dat ontplofte compleet. Ja, dat is fantastisch. Ja, we hebben een groepsapp met die jongens. En daar zit iedereen in. En op een gegeven moment werd natuurlijk bekend dat ik zou gaan spelen. En toen kwamen er allemaal upjes binnen inderdaad. En die heb ik na de wedstrijd zag ik ze uiteindelijk terug. Iedereen die me succes wenst of feliciteert. Dus dat is heel leuk. Straks blikken we met Thomas Pol vooruit naar de thuiswedstrijd van komende zondag tegen PSV. Tegen Ajax hebben we ook thuis gewonnen. Voor mij was het daarvoor ook niet per se dat we heel veel hadden gewonnen. En tegen Ajax win je gewoon. Dus ik denk dat dat tegen PSV ook mogelijk is. 2, 3, twee kraken, hè? 4, 5. We zijn bij voetbalvereniging Winsum, waar Thomas Pol training geeft aan het onder 13 team. Pol doet dat sinds dit jaar elke maandag en woensdagavond. De linksback die vorige week vrijdag zijn debuut maakte in het eerste elftal van FC Groningen, probeert de dingen die hij tot nu toe heeft geleerd als voetballer over te brengen op de jeugd van VV Winsum. Ja, ik probeer gewoon ook oefeningen te doen, bijvoorbeeld met het verkeerde been. Ik merk wel dat ik vroeger daar wat minder hulp bij heb gehad. Ik met mijn verkeerde been veel trainen en daar ook later wel nadeel aan heb gehad. Dus bijvoorbeeld verkeerde been, maar ook gewoon basisprincipes. Ik zei, het is natuurlijk jonge jeugd, dus die kan je nog veel aanleren. En die leren ook veel sneller dingen. Dus kan je dingen leren als coach, hoe je een bal aanneemt, hoe je verdedigt. En het is wel leuk om te zien dat ze dat vaak wel snel oppakken. Als je het met zoveel hebt hoe ze moeten verdedigen, dan zie je daar gewoon heel snel progressie in. En dat maakt het leuk. En gewoon heel snel dribbelen over die bal kijken, ja? Dat je niet naar je bal kijkt. Goed, zo snel dribbelen, Kevin, afkappen. Dan kan je erin spelen. Ja, ik ben natuurlijk zelf verdediger. En voetbal natuurlijk een aantal jaren. En dat is leuk om te zien. Bijvoorbeeld 2-3 maanden geleden zag je nog heel veel als ze gingen verdedigen. Dan kwamen ze op de bal af en dan gewoon recht op de bal af. En dan gingen ze op links op rechts en dan gingen ze erachteraan. Dus dan ga je met ze oefenen. En dan ga je van hoe ga je staan, schuin, ingedraaid door je knieën, volg je de bal. En toen werd de laatste een 1-1 vorm. En die oefening vorm begon gewoon. En daar ging ze helemaal zo verdedigen. En dat is natuurlijk heel mooi om te zien dat er zo progressie in zit. En dat maakt natuurlijk leuk om training te geven. Dat je gewoon ziet dat je die kinderen zo wat kan aanleren.
ook uit je eigen ervaring. En dat staat ook oppakken zo. Goeie actie. Heerlijk. Voor de club is dat heel positief. Er heeft heel veel uitstraling naar buiten heen. Maar ook voor de jeugd die we hier bij voetballen, is hij een inspiratiebron ook op het veld. En dat straalt hij ook uit naar de clubs heen. En ook naar de jongens heen die hij momenteel traint. Ja, klaar, volgende. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Maar heb je ook trainersambities? Voor mezelf later heb ik tot nu toe nog geen trainersambities. Misschien dat in de loop van de jaren verandert. Maar ik vind het vooral leuk om met jeugd een jeugdtraining te geven. Dus voor nu is het gewoon vooral voor mijn lol. Heb je al wat gehoord over aankomende wedstrijd of niet? Nee. Het is morgen denk ik een beetje bekend. Okay. Morgen, vrijdag, zaterdag. Dus gaan we afwachten. Ja. Ik hoop natuurlijk wel. Natuurlijk. Hoi. Bij VV Winsum hebben ze het al over komende zondagmiddag als FC Groningen thuis speelt tegen PSV. Iedereen in Winsum en omstreken hoopt dat Paul na zijn debuut van afgelopen vrijdag komende zondag tegen PSV ook gaat spelen. Paul zelf is in elk geval al helemaal bezig met dat duel. Na vrijdag laat je al snel Willem II achter je. Je bespreekt wel eens nog 1-2 dagen. En dan ga je weer naar de volgende wedstrijd kijken. Dus hij is nu al volop aan het trainen en aan het voorbereiden op PSV. Om zo fit mogelijk en zo scherp mogelijk aan die wedstrijd te beginnen. Ondanks dat FC Groningen de laatste 2 wedstrijden verloor, heeft Paul vertrouwen in een goede afloop tegen PSV. Tegen Ajax hebben we ook thuis gewonnen. Voor mij was het daarvoor ook niet per se dat we heel veel hadden gewonnen. En tegen Ajax win je gewoon. Dus ik denk dat tegen PSV ook mogelijk is. Ik bedoel, als je er zelf in gelooft en gewoon met zelfvertrouwen ingaat, dan denk ik dat alles mogelijk is. En ook tegen een PSV. Mogen jullie even de hesjes en de bal opruimen? En de pionnen. Jullie hebben vloer. Ruim even alles op. Daar.